De kwantumfysica leert ons wat verboden is en dus niet mag gebeuren. Maar ze leert ons niet wat in werkelijkheid zal gebeuren. Het toeval speelt een belangrijke rol. Een dobbelsteen is dan ook een nuttig instrument. Met deze dobbelsteen kan ik letters gooien. En zo kan ik twee vrijwilligers naar voren halen. De letter L. Ik vraag nu één vrijwilliger wiens voornaam de letter L bevat, om hier tot bij mij te komen en van dichtbij de proeven te komen bekijken. En ik vraag ook één vrijwilliger, na de eerste, wiens voornaam de letter L niet bevat. Zo ben ik zeker dat geen twee dezelfde personen tegelijkertijd bij mij staan. Ik ben een man met een principe. De vrijwilligers mogen nu komen. Dus iemand wiens voornaam de letter L bevat. Ik weet dat er zulke mensen hier zijn. En vervolgens iemand wiens voornaam de letter L niet bevat. Ook dat behoort tot de waarschijnlijkheden. Dag Christoffel. De tweede vrijwilliger. Mark. Mark. Zijn familienaam bevat de letter L. Is dat een probleem? Geen bezwaar. Okay. Een eerste proef, Christoffel en Mark, die wij gaan doen, is de proef van de kwantisatie van de energie van de materie. En we gaan dat hier doen. Het gevaarlijkste dat je hier gaat meemaken, zijn deze tredes op het podium. Voor de rest geen enkel probleem. Dus wees voorzichtig. Christoffel en Mark, jullie mogen hier plaatsnemen. Wat gaan we doen? We gaan natriumatomen onderzoeken. Waar vinden we natriumatomen? In de gaslampen boven de snelwegen in België. Of in keukenzout. Dat is al gemakkelijker te krijgen, want deze augurken zijn gepekeld en zijn dus doordrenkt van keukenzout. We nemen deze augurk en we steken die tussen twee vorken. Vervolgens gaan we deze augurken onder stroom zetten. Dat kunt je thuis ook eens proberen. De elektronen van de stroom gaan die augurk verhitten. Dat zout gaat beginnen te verdampen, dissociëren. Die natriumatomen gaan geëxciteerd geraken. Gaan naar een aangeslagen toestand gaan door dat elektronenbombardement. En dan gaan die natriumatomen terug vervallen en dan wordt er licht uitgezonden. Met een zeer karakteristieke frequentie, typisch voor de soort atomen die we hier bombarderen, namelijk natrium. Een frequentie die correspondeert met een golflengte van 589 nanometer. Eén vaste golflengte, één vaste frequentie, dus ook één vaste energiehoeveelheid die telkens vrijkomt. En dat is de kwantisatie van de energie. We gaan dit even bekijken. Het licht dat wordt uitgezonden door die relaxerende natriumatomen is geel licht. Ja, zoals in die lampen boven de snelweg. Christoffel. Ik zet de hoogspanning voor u aan. Het is maar 220 volt. Hè. Dus, ja. En met de buitenste schakelaar gaat je die openzetten tot ongeveer het maximum. Ga maar gerust verder. Okay, en nu wachten we even. We kijken aandachtig.
En daar is het gele licht. Wegens geur, hinder, gaan we dit niet te lang doen. Dit is de kwantisatie van de energie van atomen. Nu naar onze tweede proef. Christoffel en Mark, wees voorzichtig met de treden. Onze tweede proef, kom maar naar hier, behelst de kwantumlogica. Kwantumlogica die soms indruist tegen ons gezond verstand. We gebruiken een lichtbundel. Mark, je plaatst de Polaroid op de overheadprojector. Er komt nog gedeeltelijk licht door. Christoffel, welk type licht geraakt door die Polaroid? Een gedeelte van het licht geraakt erdoor, namelijk het licht dat in één bepaalde richting gepolariseerd is. Voilà, Christoffel plaatst nu de tweede Polaroid over de eerste en tracht een oriëntatie te zoeken, zodanig dat er geen licht meer doorkomt. Voilà, perfect. Gekruiste polarisatoren, er komt geen licht meer door. Mark, we gaan nu een derde Polaroid daarbovenop leggen. Een derde hindernis. Wat gaat er gebeuren? Niks. Er komt zeker geen licht door. Hè? Doe het maar. Voilà. Je hebt gelijk, Mark. Maar. Nu gaan we die derde hindernis tussen de twee vorige steken. Dus we brengen een bijkomende hindernis aan. En je mocht je oriëntatie aanpassen van de middelste, terwijl je de andere onveranderd laat. En je mocht de middelste gedeeltelijk wegtrekken en de oriëntatie aanpassen, bijvoorbeeld zo. En wat ziet je? Er komt toch weinig licht door. Ja. Ja, maar er is een hindernis bijgekomen. En nu komt er meer licht door. Neem de derde hindernis nu eens weg. En nu is er minder licht. Dat is de kwantumlogica. Hieruit leren we drie dingen. De volgorde van de hindernissen heeft belang. Ten tweede, de hindernis verandert de toestand van het licht. En ten derde, licht is een vector. Het heeft niet alleen een grootte, maar ook een richting waaraan gedraaid kan worden. We doen nog een derde proef. In deze proef gaan we wit licht ontbinden in zijn componenten. En we gaan de dualiteit van golven en deeltjes aantonen, met behulp van licht. Het eerste dat we gaan doen, is proberen die zaklamp aan de praat te krijgen. En het witte licht, met behulp van een buigingsrooster, dat diffractie en interferentie teweegbrengt, gaan we dit witte licht ontbinden in zijn kleurcomponenten. Mark, je gaat dat doen. Je mocht schijnen op het scherm doorheen het buigingsrooster, ja, een beetje omhoog richten. En je ziet dat het hoofdmaximum blijft mooi wit, maar de nevenmaxima vertonen de kleurenschifting net zoals bij een prisma. Kan iedereen dat zien? Dat we de kleuren van de, een beetje dichterbij gaan. Dat we de kleuren van de regenboog daar zien in de nevenmaxima. Maar als we nu licht gebruiken dat maar één kleur heeft, Christoffel, rood licht uit een laser, monochromatisch licht, dan hebben we maar één kleur om te ontbinden en dan gaan we die kleur eens ontbinden en kijken wat er gebeurt. We zien een hoofdmaximum en we zien ook nevenmaxima, maar telkens in dezelfde kleur, telkens rood, want dat is de enige kleur die in dat licht aanwezig is. Niet zo verwonderlijk dus.
Mark, nu gaan we hetzelfde doen tegelijkertijd met Christoffel. Christoffel, je blijft die inspanning volhouden. En Mark, jij schijnt met ook door hetzelfde diffractierooster met de groene laser. En je tracht de afstanden tussen de spots te vergelijken tussen de twee kleuren. Welke zit het verst van elkaar? De rode. De rode zit het verst van elkaar. Kan je dat goed zien? Ja. Want de afstand tussen de vlekken is evenredig met de golflengte van het licht. Als je ze boven elkaar zet, op elkaar, dan zie je het beter. De afstand tussen de rode vlekken is groter dan die tussen de groene vlekken, omdat de golflengte van rood groter is dan die van groen. Ik denk dat je dichterbij, een beetje dichterbij, ja, zo is het goed. Ja. Dit toont aan dat licht bestaat uit golven, dat licht een golflengte heeft. Heel goed. En nu gaan wij een laatste deelproef doen, waarmee we gaan aantonen dat licht bestaat uit deeltjes. Hierop hebben we met fluo-stiften kleuren aangebracht. We gaan de rode laser laten weerkaatsen op dit oppervlak. En je mocht van boven naar beneden gaan. We sturen rood licht in en we krijgen een gedeeltelijke weerkaatsing. Van welke kleur, Mark? Van het rode licht. Van het rode licht. Er is maar één kleur aanwezig in dat licht. Mark, nu gaat jij met de groene laser hetzelfde doen. Heel langzaam en je begint van boven. We krijgen gedeeltelijke weerkaatsing. Maar op sommige oppervlakken, ga nog maar eens naar boven. Op sommige oppervlakken blijft de kleur behouden in weerkaatsing en op andere verandert plots de kleur. Hiermee kunnen wij tegenspreken dat licht bestaat uit golven. Want bij weerkaatsing van golven verandert de golflengte nooit. Hiermee kunnen wij aantonen dat licht bestaat uit deeltjes. En dat licht zijn deeltjeskarakter kan tonen of zijn golfkarakter kan tonen naar gelang van de proef die we doen. Want de fotonen, de lichtdeeltjes uit deze groene laser, worden gedeeltelijk weerkaatst hier, maar door sommige moleculen uit andere fluo-stiften worden deze groene fotonen geabsorbeerd en er worden nieuwe, andere fotonen met langere golflengte uitgezonden. Dus hiermee kunnen we het deeltjeskarakter van licht aantonen. Terwijl de vorige proef duidelijk het golfkarakter van het licht bewees. Ik moet u zeer hartelijk danken voor uw volgehouden inspanningen. Dank u wel voor de... I'm going to go to the next one.